van vele mensen dat ik dood zou zijn. Nou jongens, geloof me, ik leef nog gewoon. En het bewijs daarom is dat ik nu gewoon live ga. Om even te laten zien dat ik gewoon nog leef. Jongens, hoi, ik leef nog gewoon. We gaan even een live solo om even te laten zien aan iedereen dat ik gewoon nog leef. Jongens, hoi. Ik schijn te dood verklaard te zijn. Dat gaat rond Facebook, rond Instagram. Nou jongens, ik leef gewoon. Ik heb mezelf een foto geplaatst die ik binnenkreeg. Dus jongens, stop even lekker met die onzin. Want je maakt een ander heel erg roekeloos op jullie gedrag. Het is echt niet normaal. Jullie zijn gewoon ziek bij je hoofd. Wil je dat doen? Dus te raken. Ik leef nog wel jongens. Ik ga lekker Fortnite met jullie allemaal. Dit is gewoon echt... Jongens, ik ga even... Ik ga lekker op niet kind vrienden gooien vandaag op dit moment. Je zult denken jongens, wat ben je laat wakker nog? Ja, ik ben inderdaad laat wakker. En wat gebeurt op dat moment? Heel simpel. Ik krijg van familie en vrienden krijg ik ineens een heel naar berichtje binnen. Dat ik zou dood zijn. Nou jongens, ik leef nog gewoon. Dus vragen. Ik weet niet welke grapje als dit heeft gedaan. Maar diegene die kan van opgepakt worden vanwege misbruik. Ik vind het ook niet normaal. Ik vind het ook niet horen, jongens. Ik ben er echt... Kijk, dat je bekend wordt, oké, prima. Maar ga geen rare dingen doen. Ga niet doen zeggen dat ik dood ben, of wat voor reden dan ook. Jongens, dit kan echt niet. Het is, als jullie denken misschien dat ik hier heel erg boos om word, heb je het gewoon mis. Want ik word niet hier boos om. Sterker nog, ik kan er om lachen, maar de familie van mij niet. Jongens, even zwaken. Dit is echt niet normaal. Ik moet even wat doen. Ik moet even wat kopiëren en plakken. Het is niet normaal, jongens. Stop er gewoon mee. Ik ben niet dood. Ik leef nog gewoon. Wat een zielig gedrag is dit, zeg. Wel geluk. Ik heb geen gestuurd die ik wil sturen. Nee jongens, ik ben niet dood. Jongens, dit is iemand. Luister aan iedereen die nu kijkt in mijn stream. Jongens, even tussen de haken. Luister goed naar wat ik nu zeg. Ik ben niet dood. Ik leef nog gewoon. Mensen hebben een heel flauw nagrapje uitgehaald. En dat is gewoon niet normaal. Het kan echt niet wat ze hebben gedaan. Maar goed, hè. Ik leef nog wel, jongens. Ja, nee. Als jullie de dingen hebben gelezen. Wat is het? De comment van die dingen. Dan weten jullie ook gewoon dat ik leef. Ik ga even voor jullie Fortnite, jongens. Ik ga even een uurtje, nog niet eens een uurtje live. Ik snap dat jullie dat dachten, maar dat is echt niet zo. Dit is gewoon een of andere flauw grapjes geweest. En dat is gewoon een beetje heel dom. Hè? Dat moet je gewoon niet doen. Dit soort dingen ga je gewoon zelf. Dat kan echt niet. Ja, voor het gaat hartstikke goed, jongens. Ik leef nog gewoon. Hoi. Het is heel erg nadat dit gebeurd is, jongens. Het is veranderd. Dat is nice. Jongens, even zeggen, het is heel vet dat het is gebeurd. Ik schrok er zelf wel van. Hè, want ik wist ook niet wat me overkwam eigenlijk. Dit is ook niet normaal wat er gebeurd is. Dit kan echt niet. Dit is gewoon echt wat niet kan. Dit is gewoon heel erg bizar. Dit is echt niet normaal. Dit is niet oké. Dus jongens, de foto die is gemaakt door iemand anders die dacht leuk te zijn. Ik heb ook echt in de beschrijving ook neergezet wat er aan de hand is. Weet je, luister, het is bij verschillende mensen al gebeurd. Het is niet alleen bij mij gebeurd. Er zijn nog meer YouTubers geweest die er last van hebben gehad. En dit is echt niet normaal. Dit is gewoon echt... Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Echt, ik moet... Ik,
Ik heb even een traantje moeten bijlaten, want ik lag eigenlijk al op bed. Ik lag eigenlijk al op bed. Ja, het is wel goed dat dit gebeurd is. Het is niet oké. Dit is ook echt heel flauw. Ik zou zeggen, ja. Ik bleef nog gewoon, jongens. Ik ben er nog gewoon en, het is gewoon een beetje een flauw grapje van diegene. Diegene besef ik eigenlijk denk ik niet wat hij voor schade bij familie en zo inricht en aanricht. Ik ben bezig. Ik zou gewoon lekker bed liggen. Nee man, ben je gek. Ik mocht even nog live tussen. Ik begrijp het volkomen, maar weet je, zulke dingen zijn gewoon een beetje gestoord. Het is gewoon, nee, ik ben niet dood. Het is gewoon iemand die flauw grapje heeft uitgehaald. Ik leef nog, jongens. Wees gerust. Anders had ik ook niet in die live gaan gamen. Bewust ben ik live gegaan. Want ik ben bewust even live gekomen. Ja, ik laat me ook helemaal niet gek maken, weet je. Maar ik zei op een gegeven moment tegen iemand van, ik wil gewoon even live. Want ja, het is voor de fans natuurlijk... Nee, ik lag ook niet. Ja, dat is heel lang geleden. Dat is alweer bijna meer dan een jaar geleden, jongens. Ik zie nog... Ja man, ik ben echt... Nou, anders ga je even uit. Ik ga jou even lekker een time-out geven. Denk even naar het vervolle vriend. Ja, ik ben hartstikke echt. Jezus zeg. Ik ben echt. Ik ben echt serieus echt. Tjonge joh, wat een gekke blauwe grap is dit zeg. Tilted Towers rebuilding effort is heating up. Cool off at the No Sweat Summer Beach Bash, sponsored by No Sweat Insurance. Beach not guaranteed, cooling effect not guaranteed, fun not guaranteed. See No Sweat Insurance terms of service for details. Jongens toch. Alsjeblieft, laat jullie niet gek maken. Ik leef gewoon nog. Waarom denk je dat ik bewust... Auw, ik pleur op mijn bakkers. Dank je. Even serieus jongens, ik weet gewoon, als ik niet, als ik echt dood zou zijn, dan had ik ook niet, echt op serieus, zou ik ook niet gaan gamen. Hoi, hallo Jan. Ik denk dat ik nog nooit zo'n raar grapje heb gehoord. Jongens toch. Dit is gewoon echt niet normaal gewoon. Moet het ook echt. Jongens, echt serieus. Echt, het is niet normaal wat er op dit moment gebeurt. Maar ik ben gewoon echt gewoon nog de Erika, jongens. Als ik dood ben, hadden jullie het wel op een andere manier gehoord. Dan had Noah of wie dan ook wel even live gegaan. Maar ik ben gewoon, ik leef nog gewoon jongens, ja jongens, het is gewoon een beetje lullig.
Ga je nog een test? Ja man, maar dan kom wel goed. Bewijs! Yo! Oh, hoppatee! Lekker hoor! Heya! Heya mamma dia! Heya mamma dia! Hey, 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 hey. Het golf in de stad, laat mij vanavond naar je kamer komen met 1000 hete dromen. Dat staat ook weer helemaal nergens op. Ik denk dat het dezelfde gasten waren, joh. Doe het heel zachtjes. Geen knikjes en geen lachjes. Heel zachtjes. Het wordt een leuke zomer. Lieve mooie dromen. Hoi. Oh jongens toch, wat een ge- oh, ach. Het is toch niet meer normaal dat mensen zulke gekke dingen doen? Oh. Allee jong. Oh fuck jou! Serieus? Nee maatje, echt niet. Oh, echt niet. Nee, 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 kampioen, echt niet. Wat? Serieus? Ah, fuck jou, waar zit je handen dan? Kracht heen en weer, joh. Oh mijn god! Oh, 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 oh! Wat een expert was dat zeg! Jongens, hi! Dat is heel goed dat jij heel fan van ons bent. Potverdorie, kip tandoori met macaroni en barbecue saus! Jongens toch! Voeh! Ze zijn heel eng. Jongens toch? Oké, leuk het waar zit je? Oh god damn it! Oh, dat was
echt ziek hard genaaid. Wat? Wat is er dan? Kijk hoor. Is goed, Noah. Tot straks. Later. Ik ga ook niet te lang mijn lijf, jongens. Ik ga sowieso eventjes zo even terug naar mijn bed. Ik heb geen idee, jongens. Oh, jongens, toch. Ik ga even mijn potje afmaken, dan ga ik ook lekker naar mijn bedje terug. Dus ik wil eigenlijk dan nog eventjes, zeg maar. Oh, mijn god. Jongens, dus draken. Ik vertrouw dat jullie het allemaal nog niet weten. Ik ben net de doodverklaard geweest op Facebook. En daardoor ben ik nou heel even live voor de fans. Om even te aangeven van, hé, kijk, ik leef nog gewoon, jongens. Wow, zie je het? Ik leef nog gewoon. Ik ben gelukkig ook gamen eventjes. Voor een paar minuten. Ik moet eventjes veilig stellen. Hallo. Hoppa, weer een challenge. Snel maar waar. Hoppa, let's go. Level 80 alweer. Nou ja, ik was vanmorgen ook al live, maar ik was vanmiddag eigenlijk al live. Laat ik het zo zeggen. Maar toen was ik ook nog niet te dood verklaard, jongens. En ik ben nu even gewoon live omdat ik gewoon te dood verklaard ben geweest. Tiny, graag een beetje vriendelijk zijn. Nee man, ik ben niet dood. Ik zeg net, iemand is een flauw grapje aan het uithalen gegaan, mensen, met mij. Die vond het leuk om dit te doen. Om jullie ongerust te maken, maar jongens, ik leef nog gewoon. Ik leef. Leef nu het kan. Vraag het Jan en Anneman. Ja, tuurlijk vind ik dat hartstikke leuk dat je erbij bent. Maar ik ga niet te lang live, jongens. Het is dus gewoon even puur omdat ik gewoon... mensen gewoon even willen zeggen dat ik gewoon nog leef. Jongens, luister nou. Ik leef nog. Ik ga er serieus. Ik ga niet continu zeggen dat ik niet leef. Ik leef gewoon nog. Heb je dus een beter worden? Ja, gewoon jezelf blijven, jongens. Gewoon jezelf blijven. Jezus, hé. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik echt. Jongens, toch. Jongen, wat een koekenbakkers. Jongens, toch. Wat een gedoe, zeg. Ach, potverdorie. Moet ik eens goed zingen? Ik ben gewoon heel hard oefenen, jongens. Oh, ik ga gewoon wat aanrijden. Oké. Waar zit je? Ah, matje. Jezus. Oké. Een pot. Oké. Lobby. Jongens, staken, ik ben... Luister, ik... Even serieus, ik ben niet dood, jongens. Ik ga lekker naar mijn bedje terug. En jongens, morgenochtend weer een nieuwe stream om 7 uur in de ochtend. En dan zorg dat je erbij bent. Dan gaan we flink even lekker lol trappen met z'n allen. Oké, zet weer een filmpje, jongens. Oh yeah! Tijn, jij gaat op de blok! Oh.
when I wanna do flips, when I wanna come kick. Come on yourself, baby, viewers. Nee man, dit is gewoon live. Oh yeah. Jij bent mijn Gigi. Eigen Gigi. Dus ik leef nog gewoon, hou op. Godverdomme, sorry. Jongens, ik ga zo lekker even de feest uithangen. Echt waar. Oh jongen, ik serieus. Nee, ik ben geen familie van haar. Filmpje, jij gaat tot de blok als je nu niet normaal doet. Nou, weet je wat, ik krijg van elke time uit, kan je leiden. Ik ben inderdaad live, jongens. Maar ik ga zo stoppen met de stream. Ik ga nog één potje doen, nog een allerlaatste potje dan, want ik heb eigenlijk nog andere plannen van vandaag. Nou, ik hoef niet echt specifiek een donatie hoor, dat vind ik helemaal niet nodig. Ik doe het voor mijn plezier. Jongens, ik ga morgen,
gaan morgen opnieuw live. Ik ga even de stream afsluiten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en tot morgen, jongens. Doei, doei, tot morgen.